Vandaag een hele leuke 10. Namelijk 10 dingen die je niet wist over Family Guy. Snel beginnen met nummer 10. In college schreef McFarlane een kort stripverhaal over een man en zijn pratende hond. Hij werd aangenomen door Hanna-Barbera nadat hij een professor zijn korte verhaal had doorgestuurd. Het veranderde zo in Family Guy. En dan nummer 9. Meg is de afkorting van Megatron en niet Megan zoals velen denken. In een aflevering van seizoen 12 zie je hoe Peter het geboortecertificaat van Meg veranderde. Op nummer 8. Bonnie was bijna 7 jaar zwanger. Ze kreeg Susie pas in seizoen 7. Nummer 7. Een aflevering van South Park in 2006 suggereerde dat Family Guy geschreven was door hersenloze zeedieren. Nadat de aflevering uitgezonden werd, beweerden de makers van South Park dat ze bloemen kregen van de makers van The Simpsons als blijk van steun. Nummer 6. De stem van Joe, Patrick Warburton, heeft een brief aan zijn moeder ingelijst waarin zij de FCC smeekt om de show te verbieden. Ze is een trouw christen en belt haar zoon vaak op om te vragen of hij wilt stoppen met de show. Nummer 5. Het character dat Peter regelmatig opbelt en hem een dikke vette nepper noemt, heet Holland Caulfield. Hij heeft zijn naam en one-liner uit de film The Catcher in the Rye. Nummer 4. De makers van de show zijn in 2007 driemaal aangeklaagd. De zaak van comedian Carol Burnett werd verworpen nadat de rechter een wet citeerde dat het maken van een parodie beschermt. Nummer 3. De krant High Times benoemde Brian Griffin tot stoner van het jaar 2009. Hij won de titel na een aflevering over zijn musical Alles gaat beter met een zak wiet. Nummer 2. McFarlane wilde eigenlijk dat elke aflevering draaide om een thema gerelateerd aan de dood. De titels zouden niet gerelateerd zijn aan elk verhaal, zoals De dood heeft een schaduw en Gedachten over moord. En dan op nummer 1. De Raad van Ouderlijke Televisie heeft Family Guy al 40 keer uitgeroepen tot slechtste show van de week sinds het begin in 2005. McFarlane beschreef hun kritiek als het krijgen van haatmail van Hitler. Ben jij nou benieuwd hoe ik eruit zie? Check dan even deze vette video van YouTech. In Joey Zoekt gaat Anouk de Pater op zoek naar de dikste nieuwe uitvinding van 2015. Benieuwd daarnaar? Check dan deze video en als je op je telefoon of tablet kijkt, dan staat het linkje voor jou in de videobeschrijving. Oké, ik zie je daar. Tot ziens!